Nou, het is nu al het derde jaar dat ik met mijn filmclub Simena meeprogrammeer voor IFFR. Op de RTM Rotterdamdag hebben wij ook een eigen plekje. En het is heel mooi om te zien dat we dan wel een ander publiek aantrekken op het festival. En ja, na 3 jaar op rij stelde ik weer opnieuw de vraag wie hier in de zaal, uitverkochte zaal, wie is er hier voor het eerst op het festival überhaupt? En toen gingen opnieuw zoveel handen omhoog. Ja, dat ik wel echt besefte van oké, het is wel goed om dit te blijven doen. Want er blijven gewoon steeds nieuwe Rotterdammers komen naar het festival. En ik vind het heel belangrijk dat IFFR echt voor en door mensen uit Rotterdam wordt geprogrammeerd en bezocht.